Een hele goede middag en leuk dat je weer kijkt naar onze nieuwe video's. We zijn vandaag bij een pand aan de Warmoestraat in Langholtweg. Het pand aan de Langholtweg kunt u daar zien. En het pand aan de Warmoestraat is hier. Het biedt ruimte voor 12 prachtige appartementen die allemaal ongeveer vergelijkbaar zijn. Voor meer informatie over prijzen en dergelijke verwijs ik u graag naar onze website. Vanaf nu gaan we even het appartement kijken op de bovenste etage. De appartementen zijn nu nog aan het verbouwen, dus ze zijn nog heel erg druk. We zijn bezig om een nieuwe video in te plannen voor jullie om direct een goed beeld bij de woonruimte te schetsen op het moment dat er een vloer in ligt. Kort even over de locatie. Nou, we zijn gesitueerd aan ongeveer de Thomas Kempis wijk of de D-Support wijk. De Thomas Kempisstraat is hier ongeveer 200 meter vandaan. Hier vinden we diverse supermarkten, speciaalzaakjes, restaurantjes, allemaal leuke dingen. Het centrum is hier ongeveer op Steenworp afstand. Het is ongeveer 2 minuutjes lopen en dan bent u in de D-Straat. Dus laten we even een kijkje nemen op de bovenste etage. Nou, welkom in het appartement. We zijn hier op het appartement op de tweede etage aan de rechtervoorzijde van het pand. Voor uw informatie zijn we nu in de woonkamer. En de woonkamer is voorzien van 2 grote ramen die zorgen voor veel lichtinval. Aan deze zijde kijken we uit over de D-Support, dus neem er maar even een kijkje. En als we even bij het raam achter mij gaan kijken, dan kunnen we bijna vanaf hier de paperbus zien. En dat is hoe dicht u bij het centrum zit. Neem ze maar even een kijkje. En als we terug gaan naar de woonkamer, zien we dat de woonkamer weer heel erg goed voorzien is van veel ruimte. U zou hier bijvoorbeeld een hoekbank kunnen plaatsen. Aan deze zijde een salontafel of een stoeltje. En aan deze zijde bijvoorbeeld een tv-meubel. Als we kijken naar het eetgedeelte van de woonkamer, of de eetkamer, kunnen we hier een grote tafel kwijt waar u wellicht met 6 tot 8 personen aan kan zitten. Als we een kijkje nemen in de keuken, zien we dat de keuken sowieso heel erg luxe wordt opgeleverd. Zo heeft het een inductieplaat, een afzuigkap, een vaatwasmachine, wat natuurlijk heel erg belangrijk is, een wastafel, een luxe mengkraan. Hier hebben we een hele grote vriezer. En een hele grote koelkast en een combi-oven magnetron. Als we een kijkje nemen hier, dan vinden we ook nog een toilet. Dit toilet is voorzien van een zwevend toilet en een fontein. Als we even meelopen, gaan we even een kijkje nemen in de slaapkamer. En de slaapkamer is wederom goed geventileerd door de 2 ramen die open kunnen. En de slaapkamer die is ruim genoeg voor een ruim 2-persoonsbed. Diverse kasten aan weerszijden en achter u vinden we de badkamer. En de badkamer die is voorzien van 2 grote regendouches, 2 wastafels, een spiegelmeubilair en heel erg veel opslagruimte. Natuurlijk kunt u verwachten dat het appartement in een hoge staat wordt opgeleverd en dat betekent ook dat u hier airconditioning heeft. Op de vloer heeft u vloerverwarming en het appartement is sowieso driedubbelglas voorzien, dus u heeft het niet koud in de winter. Verder wordt het appartement opgeleverd met een berging, die vindt u beneden. En heeft u uw eigen balkon, zullen we even nog een kijkje nemen. Handig om te vermelden, omdat u zo dicht bij het centrum zit, hebben we natuurlijk ook nog een mooie bijkomstigheid. En dat is dat u een eigen parkeerplaats heeft. Nou, mocht u nou op basis van deze beelden al denken dat u geïnteresseerd bent in deze woonruimte, neem dan contact met ons op via de mail of bel ons op 088-62-99038. En vindt u het nou leuk op deze manier online bezichtigen, abonneer u dan op ons kanaal, zet uw notification aan en like deze video.